Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Vaagje Vrijdag. Vandaag sta ik hier met Vincent en Rick. En ik ben Bardo Ellens, wij zijn hier op het Leidseplein voor deze nieuwe Vraagje Vrijdag. Tot zo na de intro. Nou guys, we staan nu hier op het Leidseplein. Waarom eigenlijk? Nou, Bardo zei dat dit van een scène van Alles is Familie is. Dus ja, dat geloof ik maar. Ik heb het uitgelegd aan Vincent. Vincent, leg jij het uit aan de kijkers? Nou jongens, achter jullie is hier een fontein. En daar kwam de oma uitgerend. Ging dan door het water, zal niet veel spoilen. En dan stond die man. Ze gingen daar eten en zo. Je moet de film gewoon kijken, want het is echt een romantische comedy. En zeer geslaagd. Ik wist het eerst niet, maar Bardo vertelde het. En ja, gewoon een goede film. Toch Bardo, een goede film? Alles is Familie. Ja, dat is een goede film. Ja, natuurlijk. Nee, het is een memorabele scène dat die oma verwaterd in de fontein staat. Verwaterd, ja. Ja, je ziet wat ik daar doe. Die Bardo toch. We gaan kijken naar de vragen die jullie naar ons sturen. Ik moet hem heel veel laden op Twitter. Ja, het duurt even, mensen. Het duurt heel even. LG. LG, kuttelefoons. Hoe zou je het vinden als ik een keer langskwam? De Isabella 001. Hoe oud ben je, Isabella? 001. Ja, dat is... Kom maar langs! Ja? Oh wauw, ja, ze mag langskomen hoor. Oud genoeg voor ons niveau. Daarom, de Isabella 001, je bent uitgenodigd om langs te komen in Vraagje Vrijdag bij Banjo Town. Ik ga haar gewoon volgen en stuur een DM'tje naar mij. Het is alleen dat ze Isabella heet hoor. Als ze Willem heet, dan hoeft ze niet langs te komen. Kunnen we dat eruit knippen, iemand? Kun je eigenlijk wel gooien? Gooi met wat? Ergens mee. Ben je goed in gooien? Moet ik... Vincent, ik gooi jou in de fontein zo. Vincent in de fontein. Nee. Gewoon alles is familie namaken. Heerlijk. Oh, wauw. Ben jij de oude oma? Een jurk zou mij wel goed staan. Ik denk het wel. Sterker nog, Rick, je hebt een jurk gedragen. Hoe voelt dat? Ja, van Rick's avontuur hè, in de thriftshop. Ja, het was nogal ongemakkelijk, want ik kreeg het ding half niet aan. En het was verschrikkelijk warm. Ik zat helemaal onder het zweet. Dus ja, ik heb een half bezweten jurk teruggehangen daar. Ik heb ook wel zo'n rokje aangedragen en met een topje. Echt waar? Zit heerlijk. Ja, ik heb... Oh man, dit is de gay Vraagje Vrijdag, maar... Ik heb ook wel een keer een jurkje gedragen voor een 10 doods. 10 doods bij een afspraak. Toen droeg ik en Anouk hetzelfde. Just saying. Ik zie hem op zondag nog steeds, maar dat ziet niemand. En dan hier de vraag. Hoe zijn jullie begonnen op Banjo Town? Nou ja, met video's. Grotendeels toch wel. Eigenlijk wel, ja. Ja, door de uitnodiging van Bardo eigenlijk. Ja, ja, ja. Jij bent per ongeluk erin beland, net als Rick. Jij ook? Ik ben van mij als enige niet via Bardo erin gekomen, maar via Jordi. Ja, nou, via Baron, hè? Ja, Baron? Via mij ben jij gekomen. Oh ja, via jou. Ja. Ik ben gekomen. Via mij ben jij keihard gekomen, ja. En Jordi via Daily Dutchers. Shamal, een oud-lid, ging ook via Daily Dutchers. En Juri ook via Daily Dutchers. Man, Daily Dutchers. Wat is dat een magisch project. Inderdaad. Nou, dank voor die overbodige toevoeging. Wat had je dinsdag? Dinsdag, fuck, het is vandaag woensdag. Dat is gisteren. Ik heb echt... Ga maar naar hem, ik denk nog even naar. Dat rundvlees met zo'n aardappelsalade. Ja, ik weet het nog. Ik had gisteren een speciaal gerecht. Ik had namelijk gevulde paprika's. Lekker. Ik heb dan nog nooit gehad gevulde paprika's met paprika's erin, zeg maar. En dat was dan, ja, met spek... Dubbel op? Dubbel op. Ja, de cameraman zegt al paprikaception. Eerlijk, maar is dat niet dubbel op dan? Het was zeg maar een gevulde paprika op rijst met spekjes en de paprika was gevuld. En daar houdt het niet op. We hadden een hoedje voor de paprika. Oh wauw, heerlijk. Lijkt me heerlijk. Dank u, dank u. Ik had spinazie. Ik heb even nagedacht. Spinazie. Voelen. Oh, jongens. Wauw. Wauw, ja, ik voel die dikke, laat maar. Dikke arm, vette. Arme spieren, ja. Dat was zijn rechterarm ook, hè? Ja. Oh man, ik hoor net dat de batterij bijna op is. Eindigen jongens. We moeten de Vraagje Vrijdag hier alweer gaan beëindigen. Ik wil iedereen gaan bedanken die een vraag heeft gesteld. Ik wil jou bedanken voor het sponsoren van Far Cry 3. En ik wil jou bedanken voor een shirt kopen dat ook zwart is. Sponsorloos. Man, ik en Vincent hebben geen sponsor. Hopelijk heb jij binnenkort een sponsor. Laat het weten in de reactie hier beneden als je sponsor hebt. En laat je vraag weten in de reactie hier beneden. Geef een groen duimpje, abonneer en doe gangstergebaren op straat bij het Leidseplein. Je weet zelf. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Bye.